De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB is bezig met een studie om de waarde van onze bossen vast te stellen. Dit zei Winston Lakin, ambassadeur Milieuaangelegenheden, gisteren op een persmeeting. De meeting is gehouden in verband met de topklimaatconferentie. De komende week in ons land wordt georganiseerd. Suriname behoort tot een van de 10 landen met het hoogste percentage bosbedekking. Lakin stelde eerder tegenover het NII dat ons land geconfronteerd wordt met negatieve gevolgen die het land veel geld kosten. Toegang tot financiering is erg moeilijk, stelde de ambassadeur. Op de klimaatconferentie zal gediscussieerd worden over hoe de toegang tot middelen vergemakkelijkt kan worden. Daarom is het belangrijk om goed gedocumenteerd te zijn, zegt Lakin. Mede is mede. Dus we hebben gevraagd aan de UN, aan de IDB, help ons meten de status van onze environment, zodat we waardes hebben dat wanneer we naar de onderhandelingstafel gaan, dat onze onderhandelingspositie gerustgesteund is door betrouwbare technische informatie, die je precies kunt zeggen, kijk, dit is je mangrovewaard, dit zijn je ecosystemenwaard, dit is je biodiversiteitwaard, waar je beter kan gaan dealen. Dus die opdracht wordt nu uitgevoerd met de technische assistentie en financiering van de IDB, zodat Suriname een eigen document heeft. Dit is van natuurwaard. Winston Lakin, ambassadeur Milieuaangelegenheden. Cedric Nelom, de waarnemend directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Onderzoek in Suriname, NIMOS, zegt dat er eerder al studies zijn gedaan over de economische en financiële waarden van onze bossen. De meest recente die is vorige maand gepubliceerd, januari. Die gaat ook op de conferentie gepresenteerd worden. En dat heeft dus te maken met ons bos in Centraal Suriname Natuurreserve. En het zou een hele andere benadering zijn van wat wij kennen, dus thans wat er is wereldwijd. Dat is wat we noemen de intrinsic value exchange, waarbij er dus echt wordt gekeken naar de functie of de functies van het bos en daar dus een soort van economische of financiële waarde eraan. Cedric Nelom van het NIMOS. Hij sprak gisteren op een persconferentie over de klimaatconferentie die de komende week in Suriname wordt gehouden.